Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 31 uit het boek. En dat is een som over lineair programmeren. Dus het is wel aardig. Dus laten we even kijken naar het bord. Is zeggen hier, in verband met de grote oefening die voor de volgende week op het programma staat, krijgt de kok van een kazerne de opdracht blikken met voedsel samen te stellen. Elk blik moet voorzien in de dagelijkse behoefte aan vetten, eiwitten en koolhydraten per manschap. Oh, dat klinkt als 3 beperkende voorwaarden, hè? En een manschap is gewoon een soldaat, iemand. Elke soldaat moet per dag minimaal 100 gram vet, 100 gram eiwit en 200 gram koolhydraten binnenkrijgen. Een blik wordt gevuld met groenten en vlees, 1 kilogram groente en dan komt er een serie met allemaal gegevens en dat wil ik even in een tabelletje zetten. Dus we hebben 2 soorten eten, groente en vlees. En laten we de groente X noemen, de hoeveelheid groente, de hoeveelheid gram groente en de hoeveelheid vlees Y. En dan hebben we vetten. En eiwitten en koolhydraten. En we hebben natuurlijk ook kosten. En de kosten moeten we minimaliseren. Oké, nou. En dan hier hebben we dan het minimum staan van hoeveel iemand moet hebben. En deze moeten we, de kosten moeten we minimaliseren. Oké, nou het is natuurlijk leuk dat als je zo'n som leest, dat je dan al een klein beetje idee van, oh, dan wordt zoiets. Want als je dit door hebt, dan wordt de som daar een stuk makkelijker van. Dus, ze doen het per kilo kennelijk. Dus die x en y is in kilogram. Zo. Oké. Nou, dan zeggen ze, 1 kilogram groente kost 1,50. En bevat 50 gram vet. 250 gram eiwit en 200 gram koolhydraten. Oké. En 1 kilogram vlees kost 4,50. Hè? En die vegetarische soldaten die krijgen allemaal wat vlees. En in ieder geval 200 gram vet en 75 gram eiwitten. Ze hebben het gewoon op volgorde gezet. Hè? Dus als je gemeen bent, dan zet je hier de volgorde verkeerd en dan doet iedereen het fout. En dan, maar dat is gemeen. Oké. Elke soldaat moet per dag minimaal 100 gram vet krijgen. Dat hadden we al gelezen. Dit moet 100 zijn. 100 gram eiwit. En 200 gram koolhydraten. Nou, dat zijn alle gegevens. Dus laten we eventjes kijken wat de beperkende voorwaarden zijn. Nou, je kan natuurlijk niet een negatieve hoeveelheid eten geven. Dus x moet groter dan of gelijk zijn aan 0. Y moet groter dan of gelijk zijn aan 0. Het levert een punt op. Als je dit opschrijft, meestal. En voor het vet moet dan gelden dat 50x plus 200. Je mag ook gewoon daar zitten als je het dan beter kan zien hoor. Of later het filmpje terugkijken natuurlijk. 50x plus 200y is groter dan 100. Groter dan of gelijk aan 100. En voor de eiwitten doe je hetzelfde spelletje. Dus 250x plus 75y is groter dan of gelijk aan ook 100. Oké. En de koolhydraten heb je 200x plus 250y is groter dan of gelijk aan 200. En de kostenfunctie, die we moeten minimaliseren, is 1,50 per kilo groente. Dus 1,50x, 1,50 keer x is de kosten van de groente. En 4,50 keer y is de kosten van het vlees. En samen is dat de totale kosten, die willen we minimaliseren. Oké, nou, voordat we dat gaan tekenen, moeten we even kijken hoe het precies uitkomt. Dan kunnen we ons assostelsel goed kiezen. En het helpt om hier de getalletjes wat kleiner te maken. Dit kunnen we allemaal door 50 delen. Dus dan zeggen we, oké, x plus 4y is groter dan of gelijk aan 2. Dat ziet er een stuk vriendelijker uit. Deze kunnen we in ieder geval door 25 delen allemaal. Dus dat wordt 10x plus 3y is groter dan of gelijk aan 4. En deze kunnen we allemaal door 50 delen. Dan krijg je 4x plus 5y
is groter of gelijk aan 4. Als je niet ziet dat je door 50 kan delen, ja, je kan het eerst door 10 delen en dan zie je misschien dat je het door 5 kan delen en dan heb je het ook. Oké, nou, welke coördinaten horen hierbij? Als x is 0, dan is y een half, want 2 gedeeld door 4 is een half. En als y 0 is, dan is x gelijk aan 2. Ik bedoel, als punt opschrijven, dus x is 2 en y is 0. Oké, nou hier is het wat vervelender. Als x is 0, dan is y 4 derde, 1 1 derde. En als x is 0, dan is y 4 tiende. 4 tiende is 2 vijfde of 0,4. En die laatste, als x is 0, dan is y 4 vijfde. En als y is 0, dan is x 1. He, want 4 gedeeld door 4 is 1. Oké, nou, dan kunnen we best wel een groot gassenstelsel maken. En we hebben hier iets met een derde en met een vijfde. Nou is 30 hokjes misschien een beetje veel. Ja, ik stel voor om, gewoon, om hem gewoon 20 bij 20 te maken. Dan hebben we stapjes van een tiende en dan kunnen we alles wel redelijk netjes tekenen. En dat past ook goed op het bord. Dus denk ik in ieder geval. 20 bij 20. Even kijken. Zie hier. Dit is 5. 10. Oké, ik maak er wel gewoon 10 bij 10. Jammer. Dan kunnen we ook beter zien. Dus hier hebben we 5 stapjes. Hier hebben we ook 5 stapjes, een lijntje. En hier hebben we 5 stapjes en 5 stapjes. Hier past precies. En dit is de x, dit is de y. En we laten ze gewoon lopen van 0 tot 2. En dan kunnen we alles netjes tekenen. Oké? Goed. Nou, deze, dat zijn gewoon de assen. Dus dat betekent dat je moet boven de x-as zitten en boven de y-as. Dat hebben we nog heel vaak gezien. En deze gaat van 0,5. Dat is hier. Naar, oh, misschien moet ik even mijn extra ruitjes aanzetten. Heb ik toch. Zo, kijk, dan kunnen we die half precies tekenen. Nou, dat is redelijk netjes, toch? Van 0,5 naar 2,0. Hier. En dan die gaat van 0, 1, 1 derde. Nou, dit is 2 en 1 derde, dat is dus een beetje, dat is hier ergens of zo. Hè? Dit is 1,1, 1,2, 1,3 en dan ietsje meer, 1,33, naar 0, 2 vijfde. En, hé, wat gek, ik heb dit verkeerd opgeschreven. Maar hoe zit het? Deze is verkeerd. Ik had die 1 derde hier neer moeten zetten. Want als y is... Nee, ik heb die andere verkeerd opgeschreven. Laten we kijken waarom. Kijk, als x is 0, dan is y 4 derde. En dit is 4 derde. Dus x is 0, y is 4 derde. Dat klopt. En als y is 0, dan is x 4 tiende. Dus die 2 vijfde had bij x moeten staan. Dus ik pas hem even aan. Dit is de 2 vijfde. En dit is 0. Bij die andere twee had ik het gelukkig wel goed gedaan. Dus van 1, 1 derde naar 2 vijfde. En 2 vijfde kunnen we precies tekenen. Want ja, dit is 5 vijfde, 4 vijfde, 3 vijfde, 2 vijfde. Precies hier. Oké. En de laatste, die gaat van 0, 4 vijfde. Dus dat is hier. Naar 1. Oké. En deze, dat was de vette. Volgens mij, het begint met vet. Dit is vet. Dit is eiwit. En die middelste hier, die laatste, is koolhydraten. Dan weten we dat ook. Nou, verder zien we dat er overal groter dan staat. Dus als je hier de oorsprong gaat invullen, dan staat er 0 is groter dan 2. Dat is niet waar. Of dan staat er 0 is groter dan 4. Dat is ook niet waar. Of 0 is groter dan 4. Dat is ook niet waar. De oorsprong ligt aan de verkeerde kant van alle lijnen. En dat betekent dat de goede kant die kant is. Dus het toegestane gebied is dit. Zie je dat? En als je in dit gebied zit, dan krijgen ze overal de juiste minimale hoeveelheid van. En als je hieronder zit, als je hier zit, dan krijgen ze te weinig eiwitten. Als je hier zit, krijgen ze te weinig vet, koolhydraten. En als je hier zit, krijgen ze te weinig vet. En als je hier zit, dan krijgen ze te weinig van alles.
Dat is wel heel goedkoop, maar dan voldoe je niet aan de voorwaarden. Oké. Nou, wat was eigenlijk de som? We hebben niet de som gelezen. De bedoeling is dat de kok de groente en het vlees zodanig combineert dat de kosten per blik minimaal zijn. Oké, dat hadden we geraden. Voer de variabele x en y in. Stel de formule van de doelfunctie op een schrijf werkelijk voorwaarden op. Oké, hebben we gedaan. Bereken de samenstelling van de inhoud van de blik in grammen nauwkeurig in het geval de kosten minimaal zijn. Oké, nou, kosten minimaliseren, dat ging met behulp van isolijnen. De makkelijkste manier om een isolijn te tekenen is gewoon een punt kiezen en te zeggen van oké, ik wil de isolijn door dat punt. Nou, dit lijkt me wel een mooi punt om de isolijn doorheen te doen. En dat is dat ook een beetje een fijn punt? Nou, dat maakt niet uit. De x van dit punt is 0,6. Hè? En de y is, dit was een half. Dit is 0,6. Dit is 0,65. Is dat zo? Nee, dit is 0,7. Hoezo, meneer? Nou, kijk, dit is 0,1, 0,2, 0,3. Elk van jullie ruitjes is 0,2 en ik heb extra ruitjes, elk stap is 0,1. Dus 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Oké, nou, dus ik heb het punt 0,6. En als je punten hebt met komma's, dan ging je de komma vervangen door een puntkomma, weet je nog? 0,6 om 0,7, wat zijn daar de kosten? Nou, dat is 1,5 keer 0,6 plus 4,5 keer 0,7. Nou, dat gaan we even in de rekenmachine vragen, want ik ben te beroerd om dat uit mijn hoofd te doen. Dus 1,5 keer, al die komma getal, smerige zorg. Keer 0,6 plus 4,5 keer 0,7. En dan zegt hij, dat is 4,05. Oké, nou, dat zal dan wel. Dus de lijn die hoort bij een kosten van 4,05 is 1,5x plus 4,5y is 4,05. En hoe kunnen we deze lijn tekenen? Nou, we gaan gewoon bijvoorbeeld de y berekenen als x is 0. Hè, dit punt hebben we al, dus we hebben nog één ander punt nodig. Stel je voor dat x is 0. Nou, als x is 0, dan is y gelijk aan 4,05 gedeeld door 4,5. Dus dit getal gedeeld door 4,5. En dat is 0,9. Oh, dat komt mooi uit. Die heb ik precies hier op mijn assenstelsel staan. Zie je dat? Dus deze lijn is de isolijn. En die ga ik nog een keertje tekenen. Eventjes. Hier, dat is een goede zooi in beeld hebben. Ja. Oké. Ik teken hem hier. En als je nou de isolijn die kant op schuift, wordt het dan duurder of goedkoper? Nou ja, dan worden x en y groter, dus dan wordt het duurder. Dus dat betekent dat je je isolijn naar beneden moet schuiven om de minimale kosten te krijgen. Ja. Nou, dan gaan we hem eventjes tekenen opnieuw. En dan ga ik hem opschuiven. En dan gaan we kijken in welk punt van het toegestane gebied de kosten minimaal zijn. Dus daar gaat hij. Schuif, schuif, schuif. Ik zit nog keurig in het toegestaande gebied. Gaat heel goed, En hier ga ik eruit. Zie je dat? In dit punt. Dus hier zijn mijn kosten minimaal. Dus dat is het snijpunt van de vetten en de koolhydraten. Dus nou moet ik nog even uitrekenen waar het snijpunt van de vetten en de koolhydraten eigenlijk zit. Dus dan zeg ik van, kijk, hier is mijn minimum. Dat heb ik vastgesteld met mijn isolijnen. En nu moet ik een stelsel oplossen. Dus laten we kijken of dat hier past. Dus even kijken. De koolhydraten en de vetten. De koolhydraten was de laatste. Dus dat was 4x plus 5y is 4. Het zal wel iets met kommagetal worden, helaas. Ben ik bang. En die vetten, daar beginnen we mee. Dat was de eerste, dat was x plus 4y. Is 2. Oké, nou dan moet je ze vermenigvuldigen met iets. Je kan deze keer 4 doen en die keer 5, dan wordt dit allebei 20. Maar je kan ook gewoon alleen de onderste keer 4 doen en de bovenste keer 1. Dat lijkt me makkelijker. Dus we gaan de bovenste keer 1 doen en de onderste keer 4. Dan krijg je 4x plus 5y is 4. En
Dan krijg je hier dus multiplieer 4. Dus 4x plus 16y is 8. Dit halen we van elkaar af. Dus dan krijg je hier 0. 5 min 16 is min 11y. Is min 4. Dus y is 4 elfde. Dat is iets meer dan 4 tiende. Oké, nou. Dat klopt, hè? 0,4 of iets minder. Iets minder dan 4 tiende. Dat klopt met mijn tekening, zie je dat? Hij zit ietsje onder de 0,4. Dus dat geeft mij het gevoel van, nou, misschien heb ik het deze keer wel goed uitgerekend. En hoe bereken je dan de x? Nou, dat is het makkelijkste met deze, want hier staat letterlijk x. Er staat niks voor de x. Dus dan pakken we deze formule en dan vullen we hier die 4 elfde in. Dus dan krijg je x plus 4 keer 4 elfde. Deze. En dan zeg je dat er 2 moet zijn. En dan krijg je... Dus dan krijg je x... Ik was bang dat het antwoord negatief zou worden, maar dat gebeurt volgens mij. Dus dan krijg je 2 min 16 elfde. Nou, kunnen we dat? 2 is 22 elfde. Dus dan heb je volgens mij 6 elfde over. En dat is iets minder dan 0,6. En in mijn tekening is het ruim minder dan 0,6. Maar dat is wel goed. Dus, en dan moest je het in grammen geven. Hè? Dus dit is in kilo. Dus dan gaan we zeggen x is 6 elfde kilogram. Dus dan maken we er even een kommagetal van. En dat is dus 545 gram afgerond. En y is 4 elfde kilogram. En die 4 elfde, die rekenen we ook even uit als kommagetal. En dan kom je uit op 364 gram. Nou, en dan hebben we de minimale kosten. En dan heeft iedereen toch precies de eiwitten, vet, koolhydraten, wat hij nodig heeft. Mooi, hè? Heeft iemand nog een leuke verhelderende vraag? Ja. Dat is een willekeurig punt. Het is een beetje een leuk punt wat ik goed kan zien in mijn tekening. Dus niet helemaal daar of helemaal daar. Maar gewoon een beetje, weet je, gewoon een leuk punt. En dat maakt niet uit welke. Want die helling van die isolijn die is steeds hetzelfde. Die wordt namelijk bepaald door de verhouding tussen dit getalletje en dit getalletje. Goeie vraag. Oké, nou. Dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.